dig. Ska jag med mänskig drink i den här kjolen? Åh, där står hos Paxke Zijne ner också. Hos Paxke Visser. Åh, det är kuriös. Xavier är stadig sträckt hos Paxke Visser. Ja, alltså. Va? Ja, ja, sst. Oj, oj, oj. Kuriös. Dat is schoon. Wat is het? Heb je een designkapstok gekocht? Dat is geen kapstok, meneer Dagschotel. Trek je ogen open, als je er al toe in staat bent. Oh, de handleiding. Hoe hang ik mijn jas op de kapstok? In mijn linkerhand neem ik mijn jas en in... Die kapstok, zoals jij dat noemt, die kapstok, dat is een wichelroede. Een wat? Een wichelroede. Mooi, een chique naam voor een kapstok. Zeg, houd uw mond dicht of uw alcohol vervliegt. En zie... Oh, zeg, dat werkt. Oh, dat het werkt. Maar waarom bibberde jij zo? Ja, maar dat ben ik niet, dat is mijn roede. Oh, zeg, hier, zeg, uw buik is negatief geladen. Mijn buik? Ja, dat komt van al dat bier van gisteren, hè. Ja, dat kan niet goed zijn, hè. Dat zijn negatieve stralen en die moeten omgezet worden. In een positieve straal. Ik ga daar direct mijn werk van maken. Zeg. Het is niet waar, hè. Hoe is dat nu mogelijk, hè? Verdomme die kloefkappers, hè? Maar rust gedaan, hè? Boba. Mijn raad is kapot. Ja, dan moet je een glazenmaker bellen, hè, Kieke. Ja. Durf een telefoon niet neer te leggen, hè? Ik ben naar mijn moeder geweest en ik ben tot alles in staat, hè? Ja, Dimitri, wat nieuws? Mijn raad is kapot. Dat is geen nieuws, dat is dagelijkse kost. Ja, mijn bureau die zit onder de olie, mijn papieren niet. Die... Hallo? Hallo? Dit heeft neergelegd. Ik heb hem nogthans gewaarschuwd, hè? Oh, wat is hier gebeurd? Ah, hier heb jij van de kampioenen persoonlijk. Ik zal er maar gaan, hè, Doortje. Ja. Tot straks. Ja. Bestel dan maar een doodskist voor 11 mannen en een voorzitter, hè? Het valt allemaal nog mee, Dimitri. Ik ben het beu, Doortje. Die potsappers moeten hier weg. Als jij tralies voor uw raam zet, dan heb je hier allemaal geen last van. Ik wil er niet in gevangen zitten. Met gevangen, met de regels. Goedemorgen. Ah, Pascal. Wat bleef? Uw chasse van het toilet werkt niet meer. Nee, nee, Pascal, ik kom dat niet maken, nee. Nee, dat kan me nu echt niet schelen dat ze niet meer kunnen doorschassen, hè. Voor mijn part, hè, zwemmen ze erin. Ja. Pascal, ik dacht toch echt dat ik kwaad was, hè? Nee, ik kom direct, omdat het voor u is. Dat gaat er een pak geld kosten. Mijn zondagse klak. Hé, hey, tot zeven, hè? Ja. Ja, maar Bieke. Zeg, jij ziet er zo bleek uit tegenwoordig. Wat doe jij allemaal? Ik doe niks. Ik slaap alleen slecht, dat is alles. En ik zie er helemaal niet bleek uit. Ja. Jij zou beter wat vroeger in je bed kruipen. Mark, haast u. Zijn we te laat op publietime. Goedemorgen. Ah, Bieke, ga mij even wegbrengen. Ja. Zeg, ma. Ja. Je zou u een beetje beter moeten verzorgen. Wat wilde jij daarmee zeggen? Ah, wel, die wallen onder uw ogen. Wallen? Ja, het zijn nog maar wallekes, maar pas op, dat gaat vlug, hè. Maar! Allee, dag, hè. Oh. Oh. Jongen, wat is dat nu voor komedie? Heeft die straftraining al gedaan, meneer de Lapgedeur? Het was een korte, maar een goeie training. Hé, mannen? Ja, ja, ja. Jij noemt dat een straftraining. Ze zweten niet eens. Zweten, dat is voor de paarden, hè, voorzitter. Nee, met 7 bros verliezen tegen FC Michielu is het mogelijk. Ja, maar daar zal verandering komen, hè, voorzitter. Daar straks hebben we een uur op de goal geschoten en Mark heeft ze bijna allemaal tegengehouden. Hé, Mark? Allemaal. Ja, behalve die van Pol, met die shot naast mij. Dat had ik kunnen denken. Hey, kom, Gedom. Trek mij de sloeber af. Wat bestelt je die vandaag? Nee, ik heb geen tijd, hè. Ik moet voor Radio Hallo die reportage gaan maken over de misbenenverkiezing. Pas maar op dat je niet verloren loopt tussen die benen of je geraakt niet meer thuis, hè. Thuis geraken? Blijf ik thuis slapen. Mijn auto is kapot, hè.
Heeft Wieke geen schrik dat jij je laat verleiden door zo'n paar benen? Wieke die weet dat ik daar niet naar kijk. Dag, Markske. Hoi. Wie had dat gedacht dat onze Mark zo'n snoeper is? Hè? Ik zal mijn nootje op hebben houden. Ja, ik zit daar in de jury, hè. Hoi. Wat een eer, hè. Allee, Xavier, onze voorzitter is toch een expert in vlees? Ja, mijn gedacht, ik ken de beste stukken, hè. Hé, Pascal, ik. En wat gaan de mannen drinken? Amai, Pascal, wat scheelt er met u? Hoe bedoelde? Je ziet er precies uit alsof je malaria-aanval gehad hebt. Ja, ik heb gevallen gekend in de tropen. Ja, maar nee, Paul. Pascalke is niet meer van de jongste, hè. Wat? Dat kun je niet tegenhouden, hè. Ik slaap gewoon slecht. Is het gepermitteerd, ja? Kom, 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 kom. Tja, ja, zijn dat nu ook manieren om een vrouw zo uit te spreken? Ach, oh, merci, Balthazar. Pascalke ziet er toch gewoon uit lijk anders? Merci, Balthazar. God. Wat heb ik nu verkeerd gezegd? Nee, 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 Doortje. Ik heb dat allemaal goed bestudeerd. Daar kunt je toch niet in geloven? Dat is boerenbedrog. Oh ja, al wil ik zal eens bewijzen dat mijn roede werkt. En, Dimitri, gaat het? Ja, ja. Je kunt weer doortrekken, hè. Jawel, je zei bedankt voor de service. Ja. Kunt je dan ineens de rekening betalen nu? Ja, zeven ze, Dimitri. Ik mag toch eerst wel eens controleren of het marcheert? Ja, ja, ja. Ja. Ah. Ja. Dimitri, je bent toch niet van plan om erbij te blijven staan? Ah, ik zal even wachten. Hè. Ah ja. Ah, ah ja, ja. Oh, Doortje, ik voel iets. Hier zitten negatieve stralen. Dat zal wel. Ja, ja. En ze zitten op het toilet. Doe die deur eens open. Oh! Zie het wel dat hier iets negatiefs zit. Ons die weekend. Is het Gaia? Stop daar maar mee. Ja, maar die zeg jij. Carmen, waar zijn ze nu weer mee bezig? Ze is negatieve stralen aan het opsporen met een wichelroute. Ja. Oh, je moet daar niet mee lachen, ze. Je kunt daar vanaf zien als je daarmee zit. Hoofdpijn, buikpijn, menopauze, slecht slapen. Ja? Ja. Kun jij dat bij mij thuis eens komen onderzoeken? Want ik slaap slecht de laatste tijd. Ja, nu dat je het zegt. Je zei het een en al wel. Ja. Zeg maar, geloofde jij daarin, Pascal? Ja, maar. Ja, kunnen de dames misschien ergens anders gaan koffiekletsen, ja? Wat is die, Mieke? Gaat het niet goed? Of moet ik iets helpen misschien? Ja, ik kan niet werken als op een ander stand te zien, hè? Ja, dus ik, dan wacht ik in het café op mijn geld, hè? Ja, Dimitri, drink een paar pintjes. Het zal dan wel lukken. Ja. Je gaat maar uitbetalen met een verrenoveerde bureau, de kosten om een administratie in orde te brengen, de olieschade aan mijn infrastructuur en om de zondagse klak, hè. Amai, voorzitter, dan kunnen we al beter ineens een heel nieuwe infrastructuur bouwen. Bij gedacht, Maurice, je is toch al bij oude rommel dat er staat. Je zult verschieten wat zo'n oude rommel kost als je de rekening zult krijgen. Het is allemaal zeker. Pascal, ik ben hier al aan het bestellen, want die mannen zagen mijn ogen van mijn kop. Ja, ja, het is goed. Pascal, wat ik net gezegd heb, dat was niet gebeten. Ik heb me eigenlijk verkeerd uitgedrukt. Ah ja? En wat had je dan wel willen zeggen? Dat hij vandaag voor mij even schoon zijn als anders. Ah ja. Ja, dat echte schoonheid, Pascal, dat zit van binnen en niet van buiten. Merci, mannen. Hebt u rekening al gemaakt? Nee, ik ben bezig. Het is een goeie, hè? Ja. Pascal, over uw slaapproblemen. Al wat jij moet doen om goed te slapen, dat is s'avonds een paar kilometer gaan lopen. Oh, dat is waar. Elke keer als Paul bij mij komt logeren na zo'n training, dan valt hem direct in slaap. Oh, mijn Xavier moet daar niks voor doen. Tegen dat hier boven is, hè, dan slaapwandelt hij al. Pascal, je kunt beter een borrelje drinken, dan slaapt je lekker roos. Pascal, luister naar de goede raad. Seks voor het slapen gaan is de enige en echte remedie. Wilde jij een demonstratie? Nee, merci, Balthazar, dat is niet nodig. Carmen gaat mij helpen. Maar Carmen als slaapmiddel. Gaat het die ineens doorslikken of eerst oplossen in warm water? Ozelaar, nee, ik ga Pascalke helpen met mijn wichelroede. Mijn wichelroede is nogal wat anders dan dat stukje rijdt. Ik heb meer respect voor mijn wikkelroeden, hè. Ik zeg toch ook niet dat uw worsten vleesafval zijn, hè. Allee, Carmen, hoe gaan uw baleinen Pascal nu helpen slapen?
door de negatieve invloeden in het huis op te sporen. En pas op, dat werkt niet alleen binnenshuizen. Heb er al eens aan gedacht waarom dat uw voetbalploeg blijft verliezen? Nou, als ik rondom bij kijk, weet ik direct waarom. Nee. Misschien is dat veld wel negatief geladen en spelen ze daarom zo slecht. En als dat zo is, dan koopt u beter een heel nieuw veld. Ja. Ik heb altijd gedacht dat er iets aan het veld scheelde. Dat zal het zijn. Hè. Ons voetbalveld is negatief geladen en daarom schieten ze eruit van ook al Dimitri altijd. Dat voetbalveld is juist niks aan. Rien de knops. Natuurlijk niet. Dat kan toch niet? Een veld dat negatief geladen is. Oh nee. Awel, als je wilt, zal ik dat eens onderzoeken. Zo, nou? En als je iets vindt, dan betaal ik met champagne. Mag ik aan iets vinden? Oh, leuk. Dus als die nijzerdraad van u op en neer gaat, dan wil zeggen dat je negatieve invloeden gevonden hebt. Ja, Dimieke. Waarom? Moet ik u in structuur. Ja. Ook eens onderzoeken misschien? Nee, dat is niet nodig. Oh, nee. Dimitri, ja? In mijn rekening? Morgen. Ik zal ze morgen brengen. Hè. Ja. Oh. Mooi. Dat is ook de eerste keer dat we ze niet direct moeten hebben. Hè. Ja. Tja. En jij kunt niet in slaap geraken. Met zo'n triestig papiertje aan de muur. Ja, ik heb u niet gevraagd om mijn interieur te keuren. Ja. En daarbij, ik vind dat een schoon motiefje. Ja. Nu versta ik waarom dat een Oscar kierwit is geworden. Zo. Ik zou er niet beter met uw onderzoek beginnen. Ja, ik ben toch volop bezig, hè. Ah. Dat is het voorspel, hè. Ah. Oh. Amai, zeg. Oh, dat krioeldier. Van wat? Van de aardstralen. Oh. Ja. Oh, amai. Zeg, Pascalke, waar zijn uw kleren? Carmen, dat zijn mijn kleren. Oh, ik dacht dat je deze had geërfd van uw moeder. Mag ik u erop wijzen dat ik altijd de laatste mode volg? Ja, dat is de mode van voor de oorlog. Zou je niet beter verder zoeken? Ja. Oh, hier voel ik ook iets. Ja. Oh. Zie je het? Moeder, vrouw en minares. Dat heb jij nu toch ook niet meer nodig, hè? Zal ik u eens een goeie boek aan dat doen, hè? Hitsige nachten, van Hugo Gerards. Carmen, ik wil geen hitsige nachten. Ik wil ene rustige nacht. Oh, amai, zeg. Hier zit ook iets in de naaksel. Serieus? Oh, ik denk dat we dat bed moeten verplaatsen, hè? Ah, ja? Amai. Ja, maar waarom naartoe? Ja, om te beginnen zou ik dus heel die muur uitbreken, hè? Carmen, alsjeblieft, hè. Ja, bon. Dan is er nog maar één oplossing in. Ja. Dan zul jij regelmatig van bed moeten veranderen. Van bed veranderen? Ja. Maar ja, dat zal niet zo gemakkelijk gaan, hè. Zoals jij erbij loopt tegenwoordig. We zullen de roede nog wel eens zien gaan als ik mijn elektromagneet aanzet. Voilà, laatje bloot. Hey Dimitri. Patatten aan het planten? Ik heb bijna een attack. Sorry dat ik u doe schrikken. Maar wat zijn er bezig? Wormpjes aan het opgraven. Ja, voor de leeuwerik. Maar ik zie hier toch geen leeuwerik? Die is voorbij gevlogen. Ik wil er geen wormpjes zag, hè. Ah, bon. Ja, zeg Doortje, ik betaal er niet om in de rug te gapen, hè. Zeg. Allee, ma. Hoe oud ben je nu eigenlijk? Daar heeft niemand iets mee te maken. De puber laat zich zoiets nog niet wijsmaken. Bieke, aardstralen bestaan, dat is niks nieuws. Zelfs jij zou dat moeten weten. Dat weet ik, ja. Maar dat Carmen zo ineens een specialiste is op dat vlak, daar geloof ik niks van. Bieke, ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe die wiegelroede vlak boven mijn bed op en neer ging. Ja, en wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat mijn bed negatief geladen is en dat mijn bed op een andere plaats moet staan en dat ik daarom zo slecht kan slapen. Flauwekul. Je hebt altijd goed kunnen slapen en nu ineens staat je bed op de verkeerde plaats. Ja, maar Carmen die zegt dat die aardstralen van de ene op de andere dag kunnen veranderen. Maak je. Ja. Allee. Luister nu een keer. Ja. Dat is allemaal zever. Hè? Carmen die weet nog niet eens hoe dat ze die roede moet hanteren. En jij trapt daarin. Zeg wat je wilt, maar ik zet vanavond mijn bed in de living. Dat kan toch niet? Hier is toch geen plaats? Ah, bon, dan slaap ik vanavond in uw bed. Wat lief? Ah ja, we ruilen voor één nacht van kamer. Markske is er toch niet. Alleen maar om te zien of dat waar is of niet. En trouwens, jij hebt toch geen schrik van die aardstralen? Belangen niet. En wel dan? Allee, het is goed. Oh, je bent een schat. Voilà, dat is dan geregeld.
moeder, ze. Goeiedag. Voldoen, alstublieft. Ja, natuurlijk. Ik ben wel gehaast, hè, meneer? Ja, ja, een minuutje. Ja, zeg, als je nu allemaal een paar meter naar achter gaat, kan ik beginnen, hè. Allee, houd vast. Allee. Ja, Xavier. Deze keer heeft u madame het zwaar zitten bij gedachten. Deze keer? Zeg, ik moet weg. Kunt je een beetje voortmaken? Ja, natuurlijk. Direct. Tikker, hè. Wacht even, hè. Ik voel iets. Krampen in uw armen? Nee, Sjoeke. Hartstralen. En ferme! Oh. Zeg, zit je met mijn voeten aan het spelen? Dat is een klein noodgeval, dat is alles. Zeg. Tja. Geef dat spel eens hier. Ja. Het is niet waar, hè? Hier, doe het zelf. Hoe houd je dat vast? Zo? Doe geen moeite, meneer Boma. Jij hebt daar geen feeling voor. Ik zeg liever dat ik ons allemaal voor de zot aan het houden zei. Xavier, laat jij dat zomaar zeggen? Boh. Papa heeft gelijk. Hier zit juist niks onder de grond. Oei, oei. Ik voel ook iets. Oei, oei. Ai, ai. Wat was dat? Dat kan niet. Hé? Dat kan niet? Ja, wat heb ik u gezegd, hè, slimmeke? Carmen, jij hebt uw champagne verdiend. Miljard. Oh, dat zou ik geloven. Kom maar, meneer Boma. Er moet een andere verklaring zijn. Ja, als ons Carmen dan toch gelijk heeft, wat moeten we dan doen? Ja, een ander veld zoeken, hè? Zo'n ferme aardstralen krijg je nooit weg. Kom. Dimitri, jij bent een genie. Meneer, ik kom. Hela, hela, bandiet! Hela, bedrieger! Het is niet waar, hè? Voilà. Allee, ik ben moe. Ik ga slapen, hè? Ja. En als je niet kunt slapen, dan kun je hier beneden wat op de zetel komen liggen, hè? Zeg maar gerust, ma. Ik ben zo moe, hè, dat ik overal slaap. Met of zonder die aardstralen. En wel, ik hoop het voor u. Allee. Goeienacht, hè? Nacht, Bieke. Ja. Ah. Hallo, Pascal de Bakker. Pascalke, ik ben het, hè. Balthazar. Zeg, zit jij in een dans? Nee, ik zit hier nog op die verkiezing, hè. Maar de debileratie is juist gedaan. Ik denk dat ik er nu wel tussenuit kan buizen. Ah, waarom belt jij mij eigenlijk? Hoe is het met uw slaapproblemen, hè? Och, laat ons hopen dat daar vannacht een einde aan komt. Mijn wensen zullen niet vervullen, ja, Pascalke. Och, dat is lief, Balthazar. Ik ga nu naar mijn bed, hè. Ah, wel, ja. Ja. Jij bent toch nog in staat om te rijden? Ja, ja. Ah, dan is het goed. Allee, tot zeer binnenkort, mijn poezemieke. Ja, ja, Balthazar. En voorzichtig zijn. Je mag gerust zijn. Allee. Ach, die is alweer in de champagne gevlogen zijn. Wat voor een matras is dat hier, hè? Ik kan geloven dat hij hier niet kan slapen. Allee, bedankt voor de lift, meneer Boma. Het is niks, Bartje. Ik moest hier toch zijn, hè. Oeh, wilt je nog iets drinken? Ah, een cognacje. Bij gedacht. Ja, Bartje, je mocht het tegen niemand niet zeggen. Maar Pascalke heeft mij uitgenodigd om bij haar de nacht door te brengen.
Ja, je ziet, de aanhouder wint. Meneer Boma, we moeten wel stil zijn. Bieke die heeft niet graag dat ik haar wakker maak. Allee, dat is raar, hè? Ja, als ik haar wakker maak, dan is ze altijd eerst heel blij. Maar als ik haar dan een nachtzoentje geef en ik draai mij om, dan wordt hij ineens zo kwaad. Jij moet ook nog veel leren, hè, jongen. Meneer Boma, morgen vroeg, één eitje of twee? Sst. Pieke. Slaapte jij al? Ah, dat is goed. Zoete Pieke, ik ben er, hè. Die aan Bras hebben. Boma en ons ma. Boma en ons... Mark! Ma! Lach maar allemaal. Iedereen kan dat voor hebben, hè? Ja. Hoeveel mensen kende jij dan die onverwachts komen overnachten en dan nog in het verkeerde bed krijgen? Laat het de lesje voor u zijn, meneer Boma. Maar jij had nog veel van mij kunnen leren. Ja, ja, ja. We weten nu tenminste waarom ik zo slecht sliep. Ja, aardstralen, hè? Aardstralen, gewoon een slechte matras. Oh, leuke krompe geest. Mijn roede sloeg toch uit boven uw bed, hè? Allee, Carmen. Uw roede, hè, die slaat uit bij alles en nog wat. Oh ja, en gisteren dan, op het veld? Dat was toch duidelijk, hè? Zo negatief als de pest. Ja, ja, dat, hey, ja, maar dat heb ik zelf gevoeld. Ah. En ik denk het serieus om, op een ander veld te zoeken, hè? Ja, ja. Oh, maar allee, voorzitter, dat veld ligt toch ideaal? Zo dicht bij het café. Ja, dat weet ik, zeg je. Als je nooit eens een match kunt winnen met die aardstralen, zijn er ook geen betten mee, hè? Daar moet je niet veel van aantrekken, voorzitter. Ja, kijk eens wat wij gevonden hebben. Oh, dat is tof. En wat gaat de morgen meebrengen? Een leeuw voor daardoor te springen? Dat is de elektromagneet die wij in DDT zijn garage gevonden hebben. Allee. Ja, en dan? Ik heb gezien dat DDT dit vanmorgen van onder de goal heeft opgegraven. Dus je bedoelt dat dat... Dat ja? Mijn onkel ervoor gezorgd heeft dat de wiggelroede van Carmen uitsloeg door een magnetisch veld. Oh, voilà, ziet je wel, hè, dat dat allemaal dikke zever is? Ja, nee, nee, nee. Mijn roede, nee, die werkt perfect. Je wilt gewoon je eigen ogen niet geloven, ja? Oh, Carmen, je gaat u toch niet laten leiden door zo'n twee vrienden, zeker? Moet je daar zien staan? Oei, oei. Ik voel iets. Allee, allee, ja? Wat doe jij nu, zeg? Ik doe niks, dat is dat spel zelf. Ja, Carmen, ik denk dat Nero ook negatief geladen is. Wat dus? Ja, Carmen, je zou Nero ook beter wegdoen. Zeg. Hier? Geef dat hier. Kijk, geef daar niks van. Ik zal eens laten zien hoe je dat moet doen, zeg. Oh, het is niet waar, zeg. Kom, je hebt allemaal gelijk. Dat is prolles, zeg dat ding. Kom hier, mijn Sjoeke, jij bent niet negatief geladen. Goedemiddag allemaal. Aha. Mijn Boma. Zeg, ik kom u mijn laatste pot doen op dat voetbalveld, hè. Een half miljoen. Dat is niet veel, hè, Dimitri? Ja, ja, maar je ziet mijn negatieve haarstralen, hè. Ah. Zeg, nonkel, weet jij wat dat is? Heb je dat gehad? Ja, Dimitri, wat deed die elektrische magneet onder ons veld? Magneet? Hoe magneet? Dat zit er gewoon aardstralen, hè, Ekkermin? Geloof jij in die zever, Dimieke? Mensen klopt er zijn. Is dat uw eigendom? Is dat uw probleem?
je bladstukken van mijn lava was, bleef je? Dan heb jij gisteren onze geheime frequentie verstoord. Oh, dat kan niet, dat was een klein magnetisch stroomje. Kom eens mee. Je moet een feit. Het is niet waar. Ja, dat komt ervan als je zo lichtgelovig bent.